Je autoclave geeft slechte waterkwaliteit aan. Hoe kun je dit oplossen? Je draait als eerste de hoofdwaterkraan dicht. Die zit meestal onder het keukenkastje of achter je autoclave. Daarna maak je je systeem drukloos. Dit doe je het makkelijkste, afhankelijk van het systeem wat je in gebruik hebt, met een MeLite-jet. Je haalt het deksel er vanaf en je haalt de sleutel eruit. De filterbus draai je los door middel van de sleutel. Daarna kun je hem voorzichtig losdraaien. Let op, er zit nog water in. Als je hem daar eronder vandaan hebt, dan haal je je oude bus eruit. Die gooi je weg. En de binnenkant van de filterbus die maak je schoon met een nieuw blazende doek. Als je dat hebt gedaan, en je hebt het ook gedaan bij de tweede filterbus, plaats je de nieuwe bussen in de kokers. En draai je met je handen de filterbus aan het systeem vast. Hand vast. Daarna met de sleutel. Vast is vast, niet over tijd. Daarna plaats je de sleutel terug. En plaats het deksel terug. Afhankelijk van je opstelling heeft u aan de zijkant van uw autoclaaf een grote breektank staan. Een jerrycan met water. Of aan deze zijde een klein wit kastje en er zit ook water in. In beide gevallen zult u het water ook uit deze twee tanks weg moeten halen om te zorgen dat u de melding niet meer krijgt. Heeft u dat allemaal gedaan en dan heeft u het schoongemaakt, kunt u daarna de hoofdkraan weer aanzetten. Heeft u dat allemaal gedaan, dan zet u de autoclaaf weer aan en u kunt een cycli opstarten. Hij kan nog een keer een melding geven, waterkwaliteit matig of slecht. Herstart dan het programma opnieuw, want dan heeft er nog wat restantwater in uw systeem gezeten.